De coronacrisis dan, die kost veel studenten hun bijbaan. Ja, daardoor komen veel studenten in de knel met het betalen van hun huur, met het betalen van hun collegegeld. En er zijn nogal veel meldingen over bekend inmiddels. De Landelijke Studentenbond die heeft er al ruim 1300 gehad. Studenten die werken gemiddeld 17 per uur naast een opleiding om de huur te kunnen betalen en dergelijke. En voor heel veel van die studenten valt dat inkomen nu weg. Dus dat betekent dat het moeilijk wordt om de huur te betalen, om boodschappen te betalen, collegegeld. En die zitten gewoon echt in de stress. Er moeten twee dingen gebeuren. De studenten zijn in principe gewoon werknemers bij hun bijbanen. Dus ook voor alle flexmedewerkers in Nederland moet er een regeling komen waar ze aanspraak kunnen maken. Tegelijkertijd hebben ze ook straks studievertraging hierdoor. En daar moet de overheid van iets met een compensatie komen, zodat studenten die rekening niet alleen betalen. Ja, er komt al zoveel compensatie, hè, Wouter? Nu je weer vindt het wel genoeg, of niet? Nou, nee, maar ik kan me zo voorstellen dat iedereen denkt nu, ja, maar ik ook nog. Ja. Is het een geval van dat het kabinet gewoon toch alles Het kabinet is, dat zie je vandaag ook weer, hè, of gisteravond eigenlijk hadden we het nieuws over de sierteelt. Er wordt eigenlijk per dag bekeken van wat er nog nodig is, wat nog extra moet. Soms worden regelingen die afgesproken zijn nog uitgebreid. Dus het zou best kunnen zijn dat er nog dingen komen. Maar ja, dat hoort erbij. Als de hele samenleving nagenoeg stilvalt, behalve de supermarkt en het openbaar vervoer en de media, dan is de rest van de samenleving ineens zonder werk. En het feit dat de huren niet altijd geïnd moeten worden, hè? Je mag iemand niet zijn huis uitzetten zomaar, dat kan enige soelaas bieden? Ja, maar ja, kijk, om nou padjesbazen nu een lans te breken, ik weet niet of ik dat wil doen, maar alles staat met elkaar in verbinding. Hè? Op het moment dat jij even geen huur hoeft te betalen, of dat je even de televisie of het internet of je telefoon niet hoeft te betalen, dat betekent dat er weer elders een probleem ontstaat, omdat er geen geld binnenkomt. En van dat geld worden ook weer mensen betaald. Het is dus een soort domino-effect. Dus het is heel makkelijk om te denken van, stel maar uit of betaal maar even niet. Maar op een gegeven moment schakelt dat wel door in de rest van de samenleving.